Het seizoenswerk dat gaat weer volop van start en we merken dat er heel veel telers gewoon weer volop aan de slag zijn. Alleen we merken wel dat er gewoon 8 op de 10 bedrijven gewoon op dit moment eigenlijk nog niet goed weten, de handen in het haar zitten ook wel, hoe dat ze met hun personeelsinvulling om moeten gaan. Ja, wij zoeken de oplossingen enerzijds om te kijken van hoe kun je nu voor de lange termijn inzetten op robotisering en mechanisering, automatiseren, hoe krijg je dat voor elkaar om daarop in te steken. Dat is daarmee de korte termijn niet opgelost. Dus wij proberen voor de korte termijn ook in te zetten op tewerkstellingsvergunningen van mensen van buiten de EU. Is wel een lang traject, zal niet eenvoudig zijn, maar dat is wel iets waarvan we zeggen van daar moeten we gewoon op inzetten. En tegelijkertijd proberen we ook nog te werken aan een imagocampagne voor in de sector om gewoon het groen gewoon beter voor het daglicht te brengen. En uiteindelijk ook te zorgen dat er meer mensen de sector in gaan. We zien nu ook inderdaad de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne richting deze kant komen. Daar is nu vanuit de overheid wel een regeling voor in het leven geroepen dat vanaf 1 april dat zij zonder tewerkstellingsvergunning aan de slag mogen bij bedrijven. Dus wellicht dat daar voor een aantal ondernemers ook gewoon nog kansen liggen om daar gebruik van te maken en die mensen ook te helpen aan een baan. En daarvan is gezegd vanuit de wetgever dat het voor 3 jaar dat mogelijk is. Voor onze leden hebben wij natuurlijk LTO Arbeidskracht in onze werkgeverslijn en die staan met raad en daad staan die al onze leden bij.